Woningcorporatie Trudo heeft de grootste bouwplannen in Woensel West. 2 jaar geleden verrees daar al Volta Galvani, een stukje Mediterranee in Eindhoven. Maar Plan Celsius wordt nog veel kleurrijker. Er worden in 4 fases 400 nieuwe huizen rond het Celsiusplein gebouwd. Net als vroeger, verdeeld in 4 hofjes. Er zit wel een eenheid in, maar binnen die eenheid zit ook wel weer een verscheidenheid. En het worden wat ons betreft allemaal alle 4 buurtjes met een soort hofachtig karakter. Dus waarbij ook de gemeenschap binnen zo'n buurtje ruimte heeft om zeg maar een nieuwe sociale samenhang te krijgen. Waar Volta Galvani dicht tegen de drukte van de stad aan zit, moet Plan Celsius juist meer de natuur raken. Veel groen tinten en dicht tegen het Philips de Jongpark aan. We merken dat dat ook bij de toekomstige bewoners echt aanslaat, dat idee. En verder moeten en kunnen de mensen ook dan elkaar al leren kennen. En wij gaan ervan uit dat ze dan ook dat het de eerste stap is naar een fatsoenlijke sociale samenhang in zo'n nieuw buurtje. Want Woensel West is niet zomaar een wijk. Er zijn allerlei problemen geweest op sociaal-economisch gebied en nog steeds is het niet echt voorbij. Maar er wordt met man en macht gewerkt om er iets moois van te maken. En dan nu weer zo'n bijzonder ontwerp. Het was met heel veel dingen. Het is ook een kwestie van smaak. Wij merken dat heel veel mensen er echt enthousiast over zijn. Over die kleurenrijkdom en die gevarieerdheid erbij. Niet iedereen staat te juichen. Maar over het algemeen krijgen wij echt daar heel positieve reacties op. De buitenkant is echt heel mooi. Maar binnenkant, iedereen vindt het echt klein. Ja. Omdat sommige mensen hebben 3 kinderen. En 1 slaapkamer, 1 woonkamer is echt klein. Ik vind het hartstikke leuk uitzien. Het is een hele vooruitgang voor de wijk. Het is nou allemaal een beetje grauw en zo. Dus al die kleurtjes, ik vind het wel een fleurig geheel. En het doet een beetje zo Zuid-Spanje aanachtig. En ik denk dat het wel heel erg leuk wordt. Ja, het zijn maar zo saaie huizen en dan zo saai en dan neutraal. En als een mooie kleur, ja, dan word je vrolijk van. Dan kom je lekker thuis, een warm gevoel en lekker, het is een betere buurt en ja. Ik denk dat over een paar jaar is het zo dat als je het in Eindhoven hebt over dat buurtje of die wijk met die heel veel kleuren, dat mensen meteen weten, oh ja, dat is Woensel West. Apart, Woensel West. Leuk. Als alles volgens plan verloopt, dan wordt het terrein na de bouwvakvakantie bouwrijp gemaakt. Volgend jaar zomer kunnen dan de bewoners van fase 1 verhuizen.